2017 dreigt een verloren jaar te worden voor het groot onderhoud aan de ruiterpaden in de Lelystadse bossen. Dat vreest het paardenplatform Lelystad. Het platform had gedacht dat er nu volop zou worden gewerkt aan de paden die door achterstallig onderhoud steeds minder toegankelijk zijn. Want in november heeft de gemeenteraad hierover unaniem een motie aangenomen. Verantwoordelijk wethouder John van der Heuvel zei dinsdag nog dat er een overeenkomst met het platform is over het beheer van de paden. Heel mooi, maar... Daar weet u niks van? Nee, communicatie met ons daarover, mij heeft hij nog niet bereikt. Het gaat het platform erom dat de gemeente eerst zelf het groot onderhoud doet, de zogeheten startsituatie. Maar de verenigingen hebben gehoord dat de gemeente hiervoor geen geld heeft. Wij hebben inderdaad ook gehoord dat er geen geld zou zijn om die startsituatie te creëren. En dat is toch een duidelijke opdracht die de raad wel aan de wethouder heeft gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat er geen geld zou zijn, ja, dat wilde bij mij nog niet direct in. Wethouder van der Heuvel zei dinsdag dat nog niet duidelijk is of hij voldoende geld voor de paden heeft. Zo niet, dan komt hij hiervoor in het voorjaar naar de raad. GroenLinks vindt dat Van der Heuvel het dossier voortvarender moet aanpakken. Ja, wij gaan er dan ook vanuit dat zo'n motie meteen wordt opgepakt. En dat op het moment dat daar een financieel probleem drijft, wat blijkbaar de wethouder al een beetje in beeld had, dat hij dan ook snel in staat is om naar de raad te komen met van, nou ja, wat ga ik doen? En hij hoeft niet in één keer al het geld te hebben. Het kan ook in fases, het kan elk jaar een beetje zijn. Het kan prioriteren zijn binnen bestaande middelen. Ga zo maar door. Wanneer moet er wat gebeuren? Wil 2017 voor de routes niet een verloren jaar zijn? Dan moeten we nu het bos in. Het is keihard trainen. Daan Kattab en Zuhal Tari uit Almere zitten beide in de finale van de Mr. International verkiezing. En wil je dat winnen, dan moet je hard werken. Ja, 5 keer in de week trainen. En voetballen ook soms. Ik train 2 keer per dag. Hard trainen natuurlijk. Lichaam, opletten op mijn voeding. Let op je eiwitjes, let op je koolhydrateninname en heel goed slapen vooral. De mannen nemen de verkiezing bloedserieus. De sportschool is voor hen daarom hun tweede huis geworden. Het doel, de verkiezing winnen en een doorbraak in de modellenwereld. Omdat ik wil meer ontwikkelen, zeg maar, als model. En via deze stap kan ik heel veel dingen leren. Het lijkt me leuk om mijn geld ermee te verdienen. Ja. Ja, ik doe nu al een klein beetje acteerwerk. Binnenkort komt er een politieserie uit op RTL. En daar heb ik een rolletje in. Ja, je wordt ook geleerd door professionele mensen. En daarom is dat eigenlijk best wel een goede stap voor mij. Hoewel de twee mannen elkaars concurrenten zijn, zien ze dat niet zo. Ze trainen samen en schatten elkaars kansen goed in. Toffe gozer, heel serieus, hard in het trainen. En ik denk dat hij wel een hele grote kans maakt om de prijs te gaan winnen ook. Dan ja, hij heeft een goede body, hij traint hard. Mist het beste body, ik denk hij heeft een heel grote kans natuurlijk. En ja. Ik denk dat, ja, we hebben echt best wel grote kans eigenlijk. De finale is in juni. De zaalhockeyers van de Almeerse hockeyclub spelen ook volgend jaar op het allerhoogste niveau in de hoofdklasse. Vandaag werd er hier in Rotterdam genoeg punten gepakt om ook volgend jaar op het allerhoogste niveau te spelen. En dat gebeurde tijdens de play-outs. Jurie Beck staat naast mij, een van de spelers van de Almeerse hockeyclub. Opgelucht dat het gelukt is. Ja, natuurlijk. Nee, het kwam er vandaag aan en we hebben ons gehandhaafd. Nu was het nog wel even billen knijpen. Volgens mij hadden jullie het veel eerder af kunnen maken vandaag. Ja, nee, tegen Groningen starten we gewoon heel slecht. Eerste kwartier was beslist voor hun. En gelukkig kunnen we dat ombuigen naar een gelijkspel. Waardoor we nu ook genoeg hadden. Dit is de laatste van 3 wedstrijden vandaag. Almere speelde dus tegen Groningen, USHC en dit is de partij tegen Venlo. De Almere's moesten in deze pool bij de eerste 2 eindigen en dat lukte dus. Almere's kwamen hier net in de laatste wedstrijd op 1-0. En verder kreeg Almere wel kansen, maar scoorde niet meer. En zo te zien maakt coach Alex Verga zich toch een beetje zorgen. Hier een strafcorner van de ploeg uit Almere. Dieder Meijer hard ingeschoten. Maar deze vliegt er niet in. En ja, zo bleef het dus spannend in Rotterdam. Mogelijkheden dus nog voor Venlo. De ploeg komt hier op gelijke hoogte. Lastig was het dus wel voor de Almeerse hockeyclub. Maar de 1-1 in de laatste wedstrijd was genoeg. Alle aandacht kan nu weer naar het veldseizoen, want dat is net even belangrijker dan de zaal. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, het is ook in Nederland zelf heerst ook gewoon het veldhockey boven zaalhockey. En ja, je ziet gewoon dat ook de KNB kiest om alles in 1 maand te stoppen. Dus echt voorbereiding heb je niet. En we gaan ook zo meteen op trip. Aanstaande woensdag vertrekken we naar Barcelona. Alles nu richting het veldseizoen? Ja, de focus gaat wel weer om. Kijk, we hebben het serieus genomen in dat opzicht. We willen graag op het hoogste podium blijven spelen. Omdat het ook een heel goed podium is voor jonge jongens om natuurlijk aan niveau te proeven. En ja, nu moet alles weer om.
Handhaving in de zaal moet dus ook gebeuren op het veld. Dat is wel de bedoeling, ja. Zeker. De Almeerse Hockeyclub vinden we dus volgend jaar terug in de zaal op het allerhoogste niveau. Manon Sibbald is er vandaag hier in de topsporthal niet in geslaagd om de finale te bereiken van het Nederlands kampioenschap badminton. In de halve eindstrijd, net als vorig jaar, was Gail Mahoulette te sterk voor de Flevolandse. Voor Sibbald, die in Zeewolde woont, voelt dit NK als een thuisduel. Maar ze kon dat thuisvoordeel niet omzetten naar winst. Mahoulette, de regerend Nederlands kampioene, was net een maatje te groot. Het zou leuk zijn als je een keer voor verrassing kan zorgen. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer gewoon blij verrast dat ik nog zo tegen dat soort spelers kan spelen. Ik bedoel, zij is fulltime bezig met badminton. En ik doe het eigenlijk wat minder dan voorheen. En dat is al een aantal jaar zo. Dus wat dat betreft ben ik verrast dat ik zo'n wedstrijd heb neergezet. Alleen het is wel zo, als je dan zo dichtbij komt, als je een voorsprong hebt en 18 in de tweede, dan kan je me in principe ook naar je toe trekken als je het spel weet vol te houden. En dat wist ik helaas net niet. En dan verlies je gewoon. Dat is gewoon zonde. De eerste game ging met 21-17 naar Mahoulette. In de tweede game neemt Sibbald brutaal een voorsprong van 6 punten. Maar ze weet deze niet vast te houden en dus gaat de tweede game met 21-18 ook naar Mahoulette. Maar ondanks het verlies in de halve finale kijkt Sibbald toch tevreden terug op haar prestaties bij dit NK. Ik ben al heel blij dat ik de halve finale heb mogen en kunnen halen. Mijn voorbereiding is iets minder geweest dan voorgaande seizoenen. Dus ik ben echt heel blij dat het tot zover is gekomen. Manon Sibbald dus uitgeschakeld in de halve finale van het NK hier in Almere. Ze kan zich nu met haar ploeg BV Almere gaan richten op het tweeluik in de play-offs tegen DKC. En de ploeg speelt komende zaterdag daarvan de eerste wedstrijd. Romano Marengo uit Almere is een groot bokstalent. Hij is hard aan het trainen om ooit eens op de Olympische Spelen terecht te komen. Daar moet natuurlijk heel hard voor worden getraind. En dat trainen doet hij 's avonds in de boksschool hier in Almere. En dat doet hij na een dag hard werken in Lelystad. Ik vind mijn werk hartstikke leuk, ik vermaak me prima. De mensen daar ook hartstikke gezellig. Maar boksen is gewoon mijn passie. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om 's avonds gewoon weer in de gym te staan en weer een paar uur er tegenaan te gaan. Marengo werkt in een winkel in Batavia stad. Elke dag rijdt hij met zijn witte auto op en neer tussen Almere en Lelystad. De witte auto is niet voor niks gekozen. Daar zijn de toekomstige sponsoren goed op te zien. Met geld van bedrijven wil hij op den duur minder uren gaan werken in de winkel. Ik werk nu 38 uur per week en in combinatie met 3 uur per dag trainen merk ik dat dit gewoon heel erg zwaar is. En om echt de top te kunnen bereiken is het gewoon heel erg belangrijk dat ik meer tijd in mijn boksen kan gaan steken. Marengo werd afgelopen jaar talent van 2016 van de Boksbond. Wat dat voor de toekomst zegt is dat ik gewoon echt ontzettend veel potentie heb om een grote bokser te worden in Nederland. Daar geloof ik heilig in. Het is een kwestie van een klein beetje talent hebben, maar het is meer een kwestie van ontzettend hard werken. Hard work beats talent. En dat ben ik me maar al te goed gaan beseffen, want het komt niet vanzelf aanwaaien. Hand hoog, hoog. In beweging, vol voetjes, vol voeten, ja. Volgende week bokst hij met Oranje een interland in Denemarken. Daar moet de volgende stap worden gezet. Kijken of je zich kan kwalificeren voor het EK tot 22 jaar. Nou ja, als je ziet wie daar gebokst hebben op het EK tot 22 jaar, wat nu allemaal Olympische Spelen of profboksers zijn, ja, dat zijn echt namen. Dus als je daar tussen kan komen, nu al, ja, dat zijn hele prestaties zijn, hoor. Ik kan niet beloven dat het 2020 wordt, maar ik sta 100% zeker op de Olympische Spelen. En ik wil eigenlijk de eerste voor Nederland zijn die na ongeveer 25, 26 jaar weer een gouden medaille houdt op de Olympische Spelen voor boksen. Almere City werkte vanmorgen een ontspannen training af onder toeziend oog van coach Jack de Gier. Die gisteren zijn contract met 1 seizoen verlengde. En dus ook volgend seizoen weer voor de groep staat in Almere. De club is hartstikke ambitieus, wil bepaalde stappen maken. En ik denk ook dat het perfect past bij mijn ontwikkeling als trainer. En waarin ik ook de stappen mee wil maken met de club. Almere City werkt dit weekend een dubbel programma af. Na de 4-1 nederlaag van vrijdagavond bij Eindhoven treft het maandagavond in eigen huis FC Emmen. De oude club van aanvoerder Tom Overtoom. Ja, dat zijn altijd wedstrijden die speciaal zijn tegen jouw club. Ik ken er natuurlijk nog wel een heleboel jongens. Dus dat is altijd wel leuk. Almere City zit in een mindere fase momenteel. Uit de afgelopen 5 wedstrijden werden slechts 4 schamele punten vergaard. Maar trainer Jack de Gier wil niks weten van een negatieve spiraal.
Nou, jij telt de wedstrijd van de Graafschap daar nog bij voor de winterstop. En we hebben ook bij elkaar gestaan na de winterstop naar Volendam en Fortuna, waarin we twee wedstrijden 4 punten hebben. En ja, ik kijk dan weer naar het positieve. We zijn het seizoen begonnen met 4 gespeeld, 1 punt. En we zijn de tweede seizoenshelft begonnen met 4 gespeeld, 4 punten. Dus we liggen 3 punten voor op schema. Almere moet gezien de ambities winnen van FC Emmen, dat afgelopen vrijdagavond nog knap van FC Volendam won. Het is altijd een hele stugge ploeg. Organisatorisch staat het altijd heel goed. En fysiek zijn het ook jongens die een mannetje staan. Ze hebben tegen Volendam voor het eerst sinds 8 wedstrijden gewonnen. Hè? Veel gelijk gespeeld en punten laten liggen. Dus daar hebben we goed naar gekeken en daar zullen we morgen op inspelen. Als je 2 keer hebt verloren, dan wil je nu revanche nemen. En dat gaan we nu ook doen.